naar Joppe Menes. Ja, Den Bos die ook start in de man-to-man defense. Ja, voilà, daar al heeft Jefferson al zijn naamkaartje afgegeven. En daar hebben we Jito Kok, nog zo'n bekende van de... Ja, mooi! Ja, daar was de verdediging van Oostende. En terug de rebound voor Amat. Ah, zo gemakkelijk, zo gemakkelijk. Ja, de verdediging van Den Bos, het is precies. En daar dan Jefferson terug bij de bal. Die al had hij voor zijn 8e punt. Ja, voilà. 8 punten in een goede 4 minuten voor Jefferson. Austin Price die goed bewaakt wordt. Ja, we zullen goed de video bekeken hebben. Die Austin Price is een hele mooie offensieve transitie. En daar scoort Damien Jefferson reeds zijn 10e punt. Ja, de lay-ups vliegen de oren uit. En ja, die offensieve transitie staat op punt door bij Oostende. Ja, daar een misverstand. Ja, misverstanden in de verdediging van Oostende. En daar hebben we de rebound van Sander Pintelon. En ja, terug die vlagoverschakeling. Die vlagoverschakeling van verdediging aanval. En, ja, pick and roll misschien. En nu zal de... Ja, daar een mismatch. Die bal naar Buisgaard nu. Staat daar tegenover Van Vliet. Ja, ik zal er helemaal zelf in. Hoe zegt ze van Rossum. Ja, Thomas van der Mars. Limor. Terug. Ah, de pick and roll die mislukt bij... En daar terug die offensieve transitie. Ja, met de Jefferson. Het totaal op 4 ploegfouten brengt voor Oostende. Dus iedere fout die nu begaan wordt, is aan de vrijworplijn voor Den Bos. Ondertussen stond er een 20er op het bord. Ai, ja, dat. Ja! En daar is Simon Buysse. Ja, komt dat shot terug. En Simon Buysse. Ja, daar terug die. Ah, daar moeten ze toch in Oostende. Ook Pen. De playmaker was verleden week ook nog gekwetst. Ja, amai. Ja, man. Let's go, Oostende, let's go. Ja, dat is voor Den Bos. Amat. Amat die in de crossborder competitie. Blijven in de boosheid volharden Den Bos. Ja, nu misschien. Ja, voilà. Amat. En daar Boy van Vliet. Akot. Ja, voilà. Daar is hij. Dat moet zeker, als men wil nog een wedstrijd van maken, moet men dat, dat mag men niet laten liggen natuurlijk, die gemakkelijke inleggers. Ja, mooie spin move. Mooie spin move van Damien Jefferson. Ervaring in het buitenland. En nu is hij natuurlijk, ja, mooi. Mooi pas van Ralf Pachter. Heel, heel mooi. Ja, zeker de Pachter. En daar gaat Van der Mars, de hoekshot. Ah, mooi. Mooi, het lichaam in evenwicht en die mooie hoeker. Nuttige speler, die Thomas van der Mars. Ach, toch een open speler van 2,09 meter. Ja, daar gaat hij. Ja, het is om duimen en vingers af te likken om zo'n speler bezig te zijn. Ja. En daar de baseline cut. Ja, en mooi. Er zitten toch een paar klappers tussen, hoor. Ah, mooi inside. Ai, Buisgaard heeft daar niet goed. Ja, Kozert slaat de handen. 37%. Maar nog steeds dat immense rebound overwicht. Ja, dan gaan we terug, die driepunter. Ze zijn ondertussen bezig aan het 4e quarter. Ja, en daar nog. Ja, de driepunters in de tweede helft haalden ze die natuurlijk. En dat toch weer al Xander Pintelon zijn gebruik maakt van zijn minuutjes dat hij krijgt. Ja, mooi. Ja, dat was niet goed verdedigd natuurlijk.
zat aan de verkeerde kant van Van der Mars. En kon zo die bal mooi toegespeeld krijgen door assistkoning Boy van Vliet. Oh, screening aan de Matthias Tas. Buijsen. Ja, Buijsen die voor de gemakkelijke inlegger. Ja, wordt daar werkelijk. Inside nu naar Matthias Tas. En daar de insnijdende Buijsen. Mooi. Ja, mooi samenspel van een heel mooie aanval van Oostende. En de Buijsen die ervan gebruik maakt om zijn 12e punt te scoren. Is daarmee derde topscorer bij Oostende. De floater, ja mooi. Ja, de floater van Austin Price. Two points and one. Van Rossum. Met nog 5 minuten 50. Yep, catch and shoot. En Gillet. Ja, Gillet. Ja, screen. En daar moet er terug. Ja, en daar gaat hij er toch in. Ja, Buijsen vandaag. Daar inside natuurlijk tegenover Van Rossum. Daar een mismatch. Austin Price. Ja, maar nogthans gecontesteerd door Ahmad. Maar ja, ik vind ook wel geweldig. Austin Price, die we nog kennen van Limburg United natuurlijk, heeft daar ook een heel goede indruk gelaten. Ja, catch and shoot van Gillet. Ja, daar is hij. Ja, Jefferson. 26. Is ook... speler bij de satellietploeg Phoenix AA in Top Division 2, het vroegere derde klasse. Ja, en is daar iedere week bij de topscorers. 17 jaar, ja, daar gaat hij terug. Alles kunnen Jefferson. Altijd bij de uitblinkers is bij satellietploeg Phoenix AA in derde klasse. Altijd 20, 25 punten. Ja, een goede defense. Zal Van Rossum dat dan ook doen met Efono. En daar gaat Verstraten met, ja, Efono, ja, Efono. Toch bijna nog een dertiger op het bord. Buiten alle verwachtingen toch. Ik had een spannende wedstrijd verwacht hier. Ja, nog een driepunter van Limor, maar dat is alleen maar voor de statistieken. Een thuiswedstrijd, ja, driepunter nog van een thuiswedstrijd hier tegen Bal Limburg-Weert. Voilà. Daar is het einde van de wedstrijd.